Wat deed je vroeger in Miami? Pff, man, ik deed allemaal dingen. Ik deed zo veel dingen. Zoals... koken! Oh yeah. Chef Gabby's in the house. En ze maakt een pabellon criollo. Dit is toch half zo leuk als oppassen op aliens? Verandagolf is best wel tof, maar... ik krijg nog niet wat ik nodig heb. Eén storm in Miami, spullenneuzen. Hé, mijn oude mix-cd's. Gabby, heb jij dit gemaakt en het gewoon op het aanrecht laten staan? Want het spijt me, kon me niet inhouden. Mm. Oh, kijk nou, je oude mix-cd's. Ja, ik was helemaal vergeten. Je deed niet anders dan je eigen cd'tje samenstellen. Toen al je vrienden muziek begonnen te streamen, zei jij nog steeds... Gabby die gaat vol voor dat nice leven. Get hot! Hier luisterde ik altijd naar voor basketbal. Oh, die herinner ik me nog. Hierop stonden die hot tunes. Echt wel. Oeh, mama voelt het wel nu. Joehoe, kom op. Hey. Ja, ik ga wel weer. Drie. 2, 1. Oh man, versturen kipnuggets naar een andere dimensie. Invallen voor Gabby is te gek. U spreekt met Wesco 5. Hey Wes, zou je willen leren hoe je de perfecte playlist maakt? Denk je dat kipnuggets al leuk zijn? Dan gaan we zo verder met de pizza. Wat doe ik op de achtergrond? Ben je zonder mij aan het oppassen? Schiet je nou werkelijk bevroren voedsel naar een andere dimensie? Ja, ik bedoel, nee. Waarom praat ik eigenlijk met jou? Nee, ik moet er niet naartoe gaan. Ik moet gewoon hier blijven. Dus ik ga absoluut niet die kant op. Och, wie jou ik voor de gek? Ik ga gewoon.